Het is ontzettend leuk voor mij om hier te zijn, om terug te zijn in het noorden, want ik ben namelijk geboren en getogen in Friesland. Ik ben geboren en getogen in Friesland, ja, dankjewel, vind ik ook, heel erg leuk. Geboren en getogen in Friesland en ik zat daar op korfbal. En ik zat op korfbal en ik was niet heel goed. Ik was groot, ik kon goed bij de bal, maar kreeg hem niet door de korf. Ik was niet heel accuraat, het zat er niet in. Ik was sterk, maar dat was het wel zo'n beetje. Dus ik had me op een gegeven moment neergelegd bij het feit dat ik geen sporter zou zijn. Ik kon van alles, sporter was er niet één van. En toen ik 18 was, was het tijd om Friesland te gaan verlaten en ben ik gaan studeren in Utrecht. En het wonderlijke is wat er gebeurde in Utrecht, is dat er mensen naar me toe kwamen en zeiden, wauw, je bent groot, je ziet er sterk uit, roeien, dat moet je doen. Dit was me nog nooit gebeurd, want normaal gesproken werd ik zeker niet als eerste gekozen. En die zei, moet je zeker proberen. En dat was mijn introductie in het roeien. Een sport waar ik relatief weinig van wist. En waar ik dat jaar mee begonnen ben. En ik heb daar in Utrecht op het kanaal vele kilometers gemaakt. Maar er gebeurde ook iets anders in Utrecht. Ik ben namelijk hopeloos verliefd geworden. Ik ben hopeloos verliefd geworden op de beweging van het roeien. 'S Ochtends vroeg, zaterdag, het kanaal is glad. Een klein beetje mist die opkomt. Er is nog niemand. En dan in zo'n heel smal bootje, heel dun. Die riemen in het water, om voor te stuwen. En er is niets wat je afleidt, behalve een perfecte beweging. Je hoort die bubbeltjes die zo onder de boot doorlopen. Fantastisch, heerlijk, helemaal verliefd op geworden. En ik heb dat jaren gedaan. Ik ben begonnen met z'n achten. En maar heen, en maar terug, en maar heen, en maar terug. In mijn derde jaar haalde ik een bronzen medaille op het WK onder 23. Het jaar daarna was ik als reserve op de Spelen in Athene. En het jaar daarna haalde ik goud op het WK onder 23. En wat me bij dat alles bij de les hield, was mijn coach. Het was mijn coach die dag in dag uit mee fietste. En in die tijd, in al die jaren, kreeg ik kinderen en die kinderen groeiden op. En die kinderen zaten voor op het stuur en op een gegeven moment zaten ze achterop. En op een gegeven moment hadden ze hun eigen fiets en op een gegeven moment wouden ze niet meer mee. Alles samen meegemaakt. En zo heb ik me voorbereid op de Spelen in Peking. Heel gaaf om te zijn, heel ver in het buitenland. Niet helemaal gehaald wat ik wou. En na die Spelen ben ik naar Engeland gegaan. Ik ben Engeland gegaan om te studeren en om mee te doen aan de boat race. De allergrootste roeirace ter wereld. Meer dan 100 miljoen mensen zien die race. Meer dan 250.000 mensen staan langs de kant. Helikopters vliegen over, er zijn militairen om het allemaal goede orde te doen. En ik kwam daar als hobbyist, deed omdat ik het leuk vond. Ik heb het ook altijd gezegd, ik doe dit omdat ik het leuk vind. En zodra ik het niet meer leuk vind, dan stop ik ermee. En mijn liefde voor roeien was sterk. Maar er veranderde iets in Oxford. En ik stond daar op een gegeven moment voor de race, heel veel zin in. En ik stond op het balkon en ik leunde daar een beetje zo naar beneden kijkend. En ik zag een vader met een zoontje. En ik keek ernaar een beetje als toeschouwer naar de scène wat er gebeurt. Ik zag verder zwart van de mensen en zij stonden stil. En zij keken omhoog naar het botenhuis. En die vader die stond zo bij die zoon en die stond zo omhoog te wijzen van, nou ja, daar gebeurt het. En ik zag het en op het moment dat ik er naar kijk, besef ik, hij wijst niet ergens naar. Hij wijst naar mij. En hij wijst naar mij om die zoon te vertellen, dit zijn de mannen die het gaan doen of... Misschien ga je zelf laten wel roeien, of misschien hier heb ik al mijn geld op ingezet, ik weet het niet. Maar ik besefte me op dat moment dat ik niet alleen maar mijn hobby aan het doen was, maar dat er andere mensen ook bezig waren met wat ik aan het doen was. En ik heb die race gevaren, en het was de gaafste race ooit. We lagen achter, we kwamen er langs, we lagen voor, en we wonnen uiteindelijk de race. Eeuwige roem, het was fantastisch. Iedereen was blij, één groot feest. En ik wist op dat moment ook nog een ander ding, ik ga binnenkort weer terug naar Nederland. En dan ga ik me voorbereiden op de Olympische Spelen van Londen 2012, want daar moet het gebeuren. In de 8 sterkste mannen van Nederland, fantastische generatie, werken we met z'n allen naartoe, naar die medaille op de Spelen in Londen. En eigenlijk ging het niet goed. We hadden een prachtige nieuwe boot gekocht, die was uit Duitsland gekomen. En bij de tweede training scheurt de boot open, moesten we een nieuwe boot nodig. De coach uit het buitenland, het liep niet. We hebben uiteindelijk afscheid genomen, moeten nemen van de coach vlak voor de Spelen. Maar toch haalden we uiteindelijk de finale. Fantastische ploeg. We lagen in de finale. Het moment om de cirkel rond te breien. En het lukte niet. We werden 5e. Op 0,5 seconden van de bronzen medaille.
En het verhaal was niet af. Want ik kwam daar om die medaille te halen. Omdat die periode van 10 jaar af te sluiten. Om tegen die coach te zeggen waar wij ooit mee begonnen zijn, het is gelukt. En ik was zo boos. Ik was zo gefrustreerd, want ik had dit wel willen halen. En wat me opviel was die frustratie van hoe kan dat nou? Ik vind het eigenlijk niet leuk. Ik heb het afgelopen jaar niet leuk gevonden. De druk, de stress, de boot, de coach. Het was eigenlijk niet leuk. En met die agressie, teleurstelling ben ik naar huis gegaan. En toen werd ik gebeld door mijn broertje. En die zei, Sjoerd, we doen een rondje IJsselmeer op de fiets. Doe je mee op de racefiets. Rondje is misschien niet helemaal het woord, want het is 330 kilometer. Maar hij zegt, moeten we doen. Met z'n zessen in een peloton heb ik meegedaan. En we zijn zo hard als we konden de Afsluitdijk overgeracht. Meer dan 60 kilometer in het uur. En aan de andere kant van de Afsluitdijk kom je aan in Zürich. Klein plaatsje, Friesland. Daar hadden we pauze. Daar hebben we een kop soep gegeten. En toen zijn we van Zürich, zouden we naar Urk in het time trial. 6 man in zo'n treintje. Geen op kop, trekt hem aan. Als hij klaar is, geeft hij af, sluit hij achteraan en zo draai je door, net als de Tour de France. Ik zit in het derde wiel, mijn broer zit voor me en Maarten zit helemaal vooraan. Iedereen neus op zijn stuur, 50 kilometer in het uur. En Maarten geeft af, hij is leeg en hij gaat opzij. En het was een schitterende dag, terwijl wij daar fietsen. Het asfalt is net nieuw, terwijl je daar met 50 overheen gaat, hoor je het asfalt zoemen. Een klein windje. Die komt van over de afsluit, over het IJsselmeer. Ze komt net niet over het dijkje heen. Er is geen wolk aan de hemel. En we zitten allemaal zo neus aan neus. En Maarten geeft af. En hij gaat te ver opzij. Hij gaat zo ver opzij dat hij naast het asfalt terechtkomt. Met 50 kilometer in het uur. Hij gaat zo ver ernaast dat hij niet meer terug kan. En hij maakt een trek. Hij trekt aan zijn stuur om terug te sturen richting het asfalt. En nieuw asfalt is te hoog. En hij klapt op dat moment voor mij op het asfalt. En ik zit net niet meer achter mijn broertje, maar ik zit net naast mijn broertje. Onze wielen zijn net een halfje overlap, dus ik kan niet meer naar rechts. En ik kan nog maar 1 ding doen en dat is vol in Maarten rijden. En Maarten ligt daar, valt daar en ik rij vol in Maarten. Mijn wiel komt in zijn rug en ik klap er overheen en ik breek door beide schouders heen. Ik maak een tombola en ik eindig in het gras en ik word scherp op het munt dat mijn broertje over me heen leunt, mijn arm in zijn hand heeft en die probeert mijn schouder op de goede plek te krijgen. En ik kijk opzij en ik zie links dat er een stuk omhoog steekt. Het zit niet op de goede plek en ik zie rechts een deuk achter mijn schouder en ik zie hier een bult die er niet hoort te zitten. En mijn rechter schouder is uit de kom en links is er iets heel erg mis. En ik zie dat mijn broer hem niet terugkrijgt en ik zeg laat maar en ik doe het uiteindelijk zelf. En ik zit daarna in de auto met de dokter terug naar het ziekenhuis en daarna naar huis. En ik kom in het ziekenhuis en de radioloog kijkt al niet blij. Er worden foto's gemaakt. En de radioloog zegt, meneer Hamburger, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. En het goede nieuws is, je linkerschouder ziet er eigenlijk best wel oké uit. Zegt het slechte nieuws is, het is alleen maar vergelijking met je rechter, want daar is eigenlijk niks meer van over. En ik besef me op dat moment wat het betekent, dat ik die ochtend ben opgestapt als topsporter. Het meest fit wat ik ooit ben geweest, het meest in shape dat ik ooit ben geweest. Ik kon harder fietsen dan ik ooit had gedaan en die avond was ik het niet meer. En ik kwam thuis en ik had beide armen in de Mitella, niet 1 maar 2. En ik stond voor het raam in de woonkamer, zo'n heel groot raam, want het was donker buiten, het licht was in de kamer uit. En ik stond daar met 2 armen in de Mitella en ik stond daar naar mezelf te kijken. En ik bedacht dat ik die avond, als ik naar de wc moest, mijn eigen kont niet zou kunnen afvegen. Dat ik niet in staat zou zijn om mijn eigen haar te wassen. Want ik had beide armen in de Mitella. En ik was die dag in 1 klap geen topsporter meer. En ik heb een paar dagen later mijn coach gebeld. En ik heb gezegd, ik wil eigenlijk afspreken bij de botenloods. En ik heb het niet mijn dokter verteld. Ik heb het niet de fysio verteld. Ik kwam eraan en ik zei tegen mijn coach, jij moet de boot pakken, want ik kan er niet meer bij. Ik kan mijn armen niet meer boven mijn hoofd krijgen. Ik kan mijn boot niet meer uit de stellingen tillen. Dus ik heb hem gevraagd het te doen. Ik zeg, ik wil halen maken. Het was iets wat moest gebeuren. Ik heb hem gevraagd de riemen te pakken, die hebben erin gelegd. Ik zeg, je moet mee fietsen. Ik zeg, je moet mee fietsen, want ik kan niet meer zwemmen.
Als ik omsla, dan houdt het op. Je moet me redden als het misgaat. Hij vond het prima. Niet zo'n goed idee, maar wel mee. En ik heb uitgezet en ik heb een heel kort stukje geroeid. Een paar kilometer heen, een paar kilometer terug. En er waren zulke onwaarschijnlijk lekkere halen. Alles wat ik er ooit van gemaakt had, was er afgevallen. Ik was geen topsporter meer. Ik hoefde niet meer hard. Ik hoefde alleen nog maar te genieten van het geluid. Van die boot die gaat, iets minder hard. Van de belletjes die eronder doorkomen. Van die bladen die het water in snijden. Van de afzet die je maakt. En het waren zulke onwaarschijnlijk lekkere halen. Dat toen ik aanlegde, ik eerlijk zei, ik ben echt heel veel verloren. Ik ga misschien nooit meer naar de Spelen. Maar ik ben wel ontzettend verliefd nog steeds op de lekkerste haal die ik ooit gemaakt heb. Dankjewel.